jij gaat er zeker in. Ik ga er niet in, het is heel koud. Je kan beter erin gaan, nu, dat je gewoon je badpak aandoet, anders ga je met kleren al erin. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en wij gaan vandaag weer lekker een dagje relaxen aan het zwembad. De tijd gaat echt super gauw voorbij trouwens, want we hebben nog maar 3 dagen. Even genieten van de laatste dagjes in de Griekse zon. Even kijken naar het zwembad ligt, we gaan nu bij het andere zwembad liggen. Twan is weer typisch Twan. Spreken we af bij het kleine zwembad. Ligt hij bij het grote zwembad. En vervolgens wil hij naar zijn eigen zwembad. Niet dat hij dat meteen even laat weten. Nou liggen we bij ons eigen zwembad. Ik lig rustig een boekje te lezen. Kijk ik naast me. Tref ik dit. Twan is de zon aan het vasthouden. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Krijg je geen lamme arm? Het voelt gewoon heel bruin hoor dan. De zon van zo'n pak. Heb je dit van Google? Heb je er even opgezocht? Hoe werd ik het snelst bruin? Iets heel leuks bedacht. Ik had namelijk bedacht dat we met een potje kaarten dat de verliezer zijn drankje moest atten. En ik won 3 keer achter elkaar, dus toen was het heel leuk. Toen met Twan 3 keer zijn drankje atten. Maar daarna heb ik vaak heb ik verloren. 5 keer. 5 keer. En ik heb bijna 3 drankjes op. Maar ons plan daarna was... Emily kon de drankjes niet meer atten. Zo zei ik van, nou ja, je hoeft ze niet te atten, maar dan moet je wel het zwembad in. Nee, dat was niet de afspraak. We hadden gewoon afgesproken dat degene die zou verliezen het zwembad in zou gaan. Maar ik dacht dat ik zou winnen. Nou, trek je badpak aan. En ik had een joker, dat is nog het ergste. Ik hoef er niet in. Jij gaat er zeker in. Ik ga er niet in, het is heel koud! Je kan beter erin gaan, nu, dat je gewoon je badpak aandoet, anders ga je met kleren al erin. En dan ga je met een bommetje. Erin. Van, dit is weer eerlijk. Jij zou er ook in gaan. Ik zou er niet in. Het is zo gezellig. Niet schreeuwen. Wacht maar, ik ben gewoon een echte verliezer. Naar de overkant, hè? Nee. Ik ga lekker in bed liggen en even de deur opslaan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is echt niet normaal hoe snel de tijd voorbij gaat. We hebben nu dus nog maar 2 dagen, maar morgen vertrekken we alweer naar huis. Mijn camera was niet uitgevallen omdat mijn batterij leeg was. Maar wat ik wilde vertellen was dat we nu gewoon nog even 2 dagen lekker gaan genieten van het weertje aan het zwembad. We zijn nu op weg naar de eetzaal om lekker wat te lunchen. En daarna gaan we weer chillen. Twan gaat even claimen hier. Oh, dit kan niet. Oh, je laat er eentje liggen. Eentje. Weet je, een lekker uurtje. Hebben ze niet die kipsalade weer? Lekker broodje. Ze hebben niet de kip, jammer. Dan maar iets anders pakken.
zijn laatste dinertje. Proost. Proost. Op ons laatste avondje. Zo, ons laatste avondje is aangebroken op het eiland Kos. En we hebben net even een drankje gedaan en spelletjes gespeeld. Ik heb me echt helemaal kapot gelachen. Want Twan die denkt altijd dat hij de champ is. Met pesten en met wat dan ook. En ik heb eventjes, hoe vaak zou ik gewonnen hebben? Ik heb het eigenlijk niet bijgehouden, zo vaak. En Twan die kan niet zo goed tegen zijn verlies. Dus ik ging helemaal stuk de hele avond. Hij zegt nu dat ik heel veel poep praat, maar hij durft het gewoon niet eens toe te geven. Dat hij heeft 8 keer gewonnen en ik heb 6 keer gewonnen. Ik heb 2 keer meer gewonnen. Deze man ligt zo hard, niet te doen. Maar goed, ik ga nu naar de kamer. Ik ga naar de kamer. Jij mag niet meer erin. Laat me erin. Twan. En? Hou op. Laat me erin. Laat me erin. Twan, mijn arm gaat ertussen. Ik zou dit niet doen. Ik zou dit niet doen hoor. En nog op slot draaien ook. Hoe kan je zo zielig zijn? Hallo? Kijk, wat? Kijk, hoezo? Dat was me ook weer een leuke grap. In ieder geval, we hebben even een drankje gedaan. Heel veel spelletjes die Twan heeft verloren. En nu gaan we naar de kamer, want ik kreeg het een beetje koud. En het is nog best wel vroeg. Het is 10:15. Hij doet het weer. En, nee. Oh. En even wat kijken of zo. En even de koffers trouwens zo nog even inpakken. Dan hoeven we dat morgen niet meer te doen. Twan gaat even meehelpen ook. Goedemorgen. Ons laatste ontbijtje voordat we weer naar huis gaan. Op de dag van vertrek geef ik jullie gewoon nog eventjes een roomtour. Het is de badkamer. Spiegel met de wasbak, wc, handdoeken en de douche. En dan loop je verder, krijg je de kledingkast, bed. Het is allemaal niet zo netjes, omdat we er natuurlijk hebben geslapen. En dan loop je zo naar buiten, naar ons zwembadje. Dus hier hebben wij lekker een beetje mogen verblijven. En nou is het helaas alweer voorbij. Twan is nu met 1 koffer alvast naar de receptie toe. Daar staat de andere. En we vliegen pas om 8:00 s'avonds, dus we worden om 5:00 opgehaald. Dus we gaan zo gewoon nog eventjes aan het zwembad liggen. Wel een beetje een gedoe allemaal, maar goed. Het is wel lekker om gewoon nog even ervan te genieten. Dus dat gaan we gewoon nog lekker doen.